Welkom bij de lentebrochure van Pietsers Reizen. Dit jaar is een van onze toppers onze reis naar de Roerzee in het exotische Duitsland. We vertrekken in de mooie Kempen in Wechel ter Zande. Meer bepaald in de Nieuwstraat, ons Europees hoofdhuis. Na een mooie rit via het geweldige Hasselt en Aken, waar op 1 mei de winkels allemaal toe zijn aan, komen we aan in een van onze pareltjes van hotels. Het Landhotel Taalcafé. Met de nadruk op café. De gezellige Eifelgebergte gastvrijheid komt tot bij u aangedreven. De moderne inrichting van dit 5-sterren hotel zal u verbaasd doen staan. We hebben hier aan alles gedacht. Een hypermoderne bar met mooi personeel tot de modernste kamers. En, niet te vergeten, het hallenbad van 4 op 2 meter waar u zich in de Noordzee waant. En hier is ook onze Wodan, de geweldig valse Duitse scheper, nog opgeleid door een ex-Nazi-officier. Een tweetal kilometer verder bevindt zich de geweldig mooie Roerzee. Hier kan je van alles beleven, behalve op 1 en 2 mei. Dan is alles gesloten. Maar onze twee gidsen, Annie en Nick, zullen u entertainen met hun nieuwste moppen uit de druivelaar, petanquewedstrijden en kennis laten maken met de exquise Duitse wereldkeuken. De Überküchen zowaar. Tijdens uw verblijf laten wij u kennis maken met de maaltijd van 's avonds in de meest wilde vorm. Everzwijnen, wolven, herten, beren, gelakte eenden, houtduiven en cavia's zitten hier in overvloed. Het wandelpark is hier ook geweldig. Prachtige vergezichten en op speciaal verzoek van Ann bezoeken we vooral de dennenbossen. De vergezichten onthoudt u enkel van deze promovideo. De Roerzee zelf is bekend voor zijn veel te koud water. Gelukkig is er een zwembad in het hotel. Maar op het meer zelf kan gekanoot, gewaterfietst en geflandriat worden. Dat is een niet te missen afspraak. U ziet het, met reizen Pietsers gaat u zich geen moment vervelen. En als u zich dan toch verveelt, is er nog altijd een minibar in uw kamer. School en Grüß Gott!